Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het weer gaat geleidelijk aan veranderen. We krijgen meer wind en regen. Vandaag is nog een overgangsdag. We hebben te maken met een storing boven het oosten van het land met veel wolken en af en toe nog een paar buien. Maar in het westen schijnt vanochtend de zon af en toe en de temperatuur ligt rond een graad of 12. De wind komt vanuit het noordwesten, is matig, rond kracht 3 tot 4. En vanmiddag dan blijft het overal droog en breekt op meerdere plaatsen de zon door. Maar met 16 graden is het minder warm dan we de afgelopen dagen gewend zijn. Vanavond zwakt de wind geleidelijk aan af en daalt de temperatuur naar 11, 12 graden. En misschien valt er ergens een enkele bui. En morgen is het wisselend bewolkt. Af en toe valt er een bui. Het wordt 16 tot 18 graden en de wind komt vanuit het zuiden. Is matig, rond 3 tot 4. In de avond dan raakt het geleidelijk aan bewolkt en gaat het van het zuidwesten uit regenen. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn dagen met veel wind. Een windkracht 6 op de dinsdag. En temperaturen van 16 tot 19 graden. Elke dag vallen er buien. Kortom, dan is het volop herfst met wind en regen. Dit is Diane Woei van Weerplaza.nl.